Op de Bron is vandaag hier bijzonders aan de gang. Mevrouw de Vries zal het nader toelichten. Ik ben gastspreker via het landelijk steunpunt van Westerbork. Twee jaar geleden is het monument bij de Bruine Enk, waar nu momenteel de brede politie zit in Nunspeet, ben ik gevraagd om een toespraak te houden. Dat is via Leon Tokkie gegaan. Dat is een specialist die onderzoek doet naar de werkkampen, vooral de Joodse werkkampen hier in Nederland. Die is mij op spoor gekomen. Want veel nabestaanden van deze gevangenen die zijn er niet meer. En ja, mijn vader heeft bij toeval de oorlog overleefd. En die heeft ontzettend veel verteld over de vermoorde familie. Onder andere ook over de familie Gans. En zo bent u erbij betrokken geraakt. En u wilt eigenlijk dat verhaal overbrengen op groep 8 van de Bron in dit geval? Ja, in de Bruine Enk, daar zaten een oom en een neef van mij gevangen. Pinehas, of ook wel oom Piet genoemd, en zijn zoon Philip. En die zijn vanuit het Bruine Enk zijn ze afgevoerd via Westerbork richting Auschwitz. En ik zie het als mijn persoonlijke plicht om over mijn vermoorde familie te vertellen, vooral ook aan de jeugd. Omdat wat toen gebeurde, zou ook heden ten dagen weer plaats kunnen vinden. En dat kan misschien met een andere groep. Toen ging dat over de Joden, die op een industriële manier zijn vermoord. Maar het kan ook iemand zijn met blauwe ogen, wipneus of wiebeltenen. Ja, het is maar net welke gek erop staat en waar ze weer achteraan gaan marcheren. U heeft dat vanmorgen verteld in groep 8. Hoe reageren de kinderen op dat verhaal van u? Nou, de kinderen zaten zeer geboeid te luisteren. Ik had wat foto's, originele foto's, authentieke, mee. Die presenteerde ik ook via een PowerPoint-presentatie. Ik liet de foto's rondgaan in de klas en daar hebben ze allemaal heel boeiend naar zitten kijken. Ze konden het omdraaien, kijken welke datum erop stond of wat ome Piet of neef Philip had geschreven vanuit de werkkampen hier. Ze vonden het zeer interessant. Dat merkte ik aan de kinderen. Ja, ze zaten echt geboeid te luisteren en kinderen van die leeftijd hebben nogal moeite om hun aandacht te focussen op één onderwerp. Maar dat deden ze prima. Ja, en ze stelden ook hele goede vragen, vond ik. Wat voor vragen kregen we zoal? Waarom worden de Joden zo gehaat? En daar wist, ik zelf heb daar onderzoek naar gedaan. Ik kreeg er maar geen antwoord op. Ik heb de kinderen geantwoord, dat moet je aan de Jodenhaters zelf vragen. Waarop meneer Schouten, de initiatiefnemer van het monument van de Bruine Enk, het woord overnam. En die heeft dat op zijn manier uitgelegd. Waarom de Joden zo werden gehaald. Ja, en nog steeds. Indrukwekkende ochtend al, gelijk voor u. Ja, het was vroeg opstaan, maar ik doe het heel graag. Ik vertel mijn verhaal niet alleen over de familie Gans door het hele land. Van basisscholen tot universiteit, pedagogische academie, aan militairen. Grote groepen militairen vertel ik mijn verhaal. Ik voel dat als mijn persoonlijke plicht om dat verhaal te vertellen. Ja, want er zijn haast helemaal geen nabestaanden uit die tijd over. Ja. Zomert u naar het monument, ook weer indrukwekkend voor u? Ik heb daar zeg maar mijn leven lang onder geleden. Ik ben opgegroeid in een Joods gezin waar rouw dagelijks aanwezig was. De verjaardagen werden nog steeds gevierd. Mijn ouders die hebben ook helemaal geen afscheid van de familie kunnen nemen. En de familie Gans is familie van mijn vader. Hij heeft geen afscheid van ze kunnen nemen. En dat is, als het nou criminelen waren geweest, hè,
of iets dergelijks, dat ze iets op hun geweten hadden en dat ze gevangenisstraf daarvoor moesten krijgen. Nee, ze zijn vermoord omdat ze Joods waren, van Joodse afkomst. Dat is de enige reden waarom Joden zijn vermoord. Ja. En dat, nee, dat is niet meegevallen, die jeugd. Dat gun ik ook niemand. En dan wil ik er wel bij vertellen dat ik hoop dat in deze huidige tijd, dat daar op scholen, in de klassen, de onderwijzers daar rekening mee houden met de huidige vluchtelingenkinderen die voor oorlog en geweld zijn gevlucht vanuit hun thuisland en die hier opgevangen zijn in Nederland. Dat die kinderen op z'n tijd ook heel erg moeilijk zullen hebben door de thuissituatie. Door wat ze zelf hebben meegemaakt aan verschrikkingen. Of wat de ouders en hun familie hebben meegemaakt in de thuislanden waar ze vanuit zijn gevlucht. Ik hoop dat daar echt heden ten dagen, anno 2019, ook rekening mee wordt gehouden. Ja, laten we hopen dat alles wordt opgepakt door de scholen en dat de jeugd het meeneemt, want dit mag niet vergeten worden. Nee, beslist niet. Nee, dit is echt een waarschuwing van weet waar we mee bezig zijn. Dat buitensluiten van mensen, ongeacht wie, dat niet goed is. En als we daarmee bezig zijn, dat het heel erg fout is waarmee die mensen die dan die buitensluiten, de grote schreeuwers en die het allemaal wel weten voor Nederland, dat het niet goed is waarmee ze bezig zijn. Nee, niemand zegt van nou, dan ga ik eens lekker naar Nederland toe. Nou, daar staat een kanon, die wil mij doodschieten. En nou, dan ga ik maar lekker naar Nederland en dan ga ik daar van een uitkering leven. En lekker als profiteur daar bezig zijn. Nee, dat is niet de manier waarop echte vluchtelingen naar Nederland komen. Nee. Kunnen nu de belangstellenden en genodigden ook langslopen bij het monument.